We zijn een rondje verder, Dennis. Hoe is de stemming nu? Ja, heel erg goed. Het is gelukkig licht, dus dat is al een stuk fijner dan gisteravond. We hebben een goed gevoel. Het is nog steeds tricky op de proeven. Het is glad, dus we moeten nog goed geconcentreerd blijven. Ja, proef Elen en Raan, alhoewel dat stuk er niet meer in zit, liep je even 11 seconden uit op Bernard ten Brinke. Dat is veel. Ja, dat is echt een proef die gemaakt is voor de Fiesta. En het is ook een proef die ons goed ligt. We hebben daar vorig jaar ook een goede tijd neergezet. Dus daar hadden we ons ook voorgenomen om daar in ieder geval vanochtend een voorsprong te proberen uit te bouwen. Klopt het inderdaad toch weer dat op vrijdagavond de wedstrijd al wordt beslist? Nou ja, je ziet het dat er weer hele grote verschillen worden gemaakt op de vrijdagavond. Door in dit geval de weersomstandigheden die het gewoon dusdanig moeilijk maakten. Dat er gewoon heel veel fouten werden gemaakt. Hoe moeilijk was vanmorgen de bandenkeus? Ja, het was een twijfelgevalletje. Maar we zijn redelijk op safe gegaan. Omdat we hebben een mooie voorsprong. Dus we waren eigenlijk wel blij ermee. De derde overwinning achtereen longt. Ja, dat klopt. Maar ja, het is nog steeds een lange dag. En er kan nog van alles misgaan. Dus, maar goed, we zijn goed op weg. Dus dat voelt heel goed. En geen motorische problemen? Tot dusver niet. Laten we het afkloppen. Dus de auto voelt goed. We hebben geen problemen. Dus laten we dat zo houden.